Ben je helemaal klaar om te gaan keepen? Afgelopen weekend stond je opeens niet onder de lat. Dat verraste ons een beetje. Wat was er? Eigenlijk vanaf na de winterstop heb ik de eerste halve week meegetraind. En daarna kreeg ik wat verhoogde spanning in mijn kuit, waardoor ik er eigenlijk een weekje ietsje langer uit ben geweest. En twee keer maar voor de wedstrijd van Heracles mee heb getraind. En ja, de training vond het te weinig. Dus nu heb ik een volle week gemaakt en is er allemaal goed. Nou, gelijk een interessant potje. Ik vroeg net aan een van jouw collega's, Tom van Weert. Is Excelsior, zeker als je kijkt naar de stand en misschien ook naar het spel, gewoon keihard de favoriet zaterdag? Dat weet ik niet. Het is hoe dan ook een lastig te bespelen ploeg, Dordrecht. En ze spelen thuis, dus wat dat betreft is het voor hun het voordeel. Maar ik denk wel dat wij, we hebben gewoon een goede ploeg. En ik denk wel dat, we willen in ieder geval voor de winst gaan natuurlijk. Ja, want ik denk ook, die eerste uitoverwinning, eerste keer de nul houden, dat zal voor jou ook interessant zijn, ook al stond je niet onder de lat. Maar toch, dat zijn allemaal dingen die denk ik het vertrouwen alleen maar vergroten hier. Ja, absoluut. Je werkt als team aan bepaalde dingen en je ziet dat het gewoon zijn vruchten af gaat werpen en dat we stappen maken. En dat is alleen maar mooi. Hoe knap is het ook dat bij deze club, zelfs als er personele problemen zijn en er komt een wissel ook in de tactiek, dat op de resultaten eigenlijk zijn weerslag niet heeft? Wat zegt dat? Dat zegt natuurlijk ook hoop over de jongens die erachter zitten. Het zijn jongens die ook altijd volledig 100% trainen en hun best doen en heel bewust met hun vak bezig zijn. En zich goed doorontwikkelen, waardoor de club gewoon ook op hun een heel goed, altijd een heel goed beroep kan doen. Nu is er over jou ook met name wat dingen gezegd, hè? Interesse van PSV. Hoe sta jij daar nou zelf in dit hele verhaal? Ik zit bij Excelsior voorlopig, dus ik heb het naar mijn zin hier en ik speel met alle liefde en plezier ook voor deze club. Maar PSV heeft inderdaad interesse getoond en ook die stap zie ik heel erg zitten en zou ik graag willen maken. Maar op het moment dat het nu niet zal gaan lukken, dan niet en dat is ook prima dan. Verwacht jij dat daar nog wel beweging in gaat komen of zit het eigenlijk nu op dit moment eigenlijk muurvast? Voor Van de Winter is het op dit moment even stil. En ligt mijn focus eerlijk gezegd ook niet daar nu. En op een later stadium zullen we altijd wel met elkaar kunnen praten. En dat is in principe ook wel min of meer afgesproken. Ja. Is dat voor jou, want jij wil natuurlijk graag keepen, is dat nou ook nog een afweging? Want eerste doelman bij Excelsior of derde bij PSV, je kan je ook afvragen wat is nou de beste stap? Ja, klopt. Alleen zal het voor één van de drie keepers zijn. Ik ben iemand die knokt. Dus wat dat betreft wil ik daar graag de strijd aan gaan. Ja. Maar het liefste pas in de zomer. Eerst hier de klus afmaken. Mocht het nu gebeuren, de stap en Excelsior steemt er mee in. Dan is het ook heel mooi. Alleen op het moment dat Excelsior zegt van nee, we willen je niet laten gaan, dan vind ik het ook gewoon heel leuk en fijn om hier te zijn en te blijven.